Hij maandenlang is heel hard gewerkt aan de herinrichting van dit Groeningenmuseum. En de Van Eyck tentoonstelling opende 12 maart en één dag later alles dicht omwille van de coronatoestand. En dat is natuurlijk bijzonder jammer, maar museummensen zijn inventieve mensen, dus er is een oplossing gevonden. Dominique Provoost, de fotograaf, heeft nieuwe foto's genomen van het Groeningenmuseum in 360 graden. Je kan dus mooi rond je kijken. Een hele aparte kijk op wat hier in het museum te zien is. En wat meer is, van elk kunstwerk dat hier in het museum staat aangeduid, krijg je nog een beetje tekst, een beetje uitleg en ook de audioguides. Met andere woorden, je bekijkt het museum op een hele aparte manier in afwachting dat we straks hier weer met z'n allen rondlopen. Loop eens mee met mij in de zaal. Kom eens mee. Dankjewel Nico voor deze mooie introductie. We gaan inderdaad even virtueel door het Groeningenmuseum wandelen. Hoe gaan we dat doen? We surfen hiervoor naar onze website museabrugge.be en ofwel via onze homepage ofwel via het Groeningenmuseum gaan we naar de virtuele tour. Voor we de tour starten krijgen we eerst instructies om ons te informeren hoe we het best kunnen navigeren in deze tour. De tour is gemaakt voor een desktop-pc, maar ook voor tabletgebruik. Wie met een desktop-pc werkt, werkt het handigst met zijn muis. De linkermuisknop dient om te navigeren door de zalen. Het wieltje op je muis zorgt ervoor dat je kunt inzoomen of uitzoomen in de zalen of op de kunstwerken. Je kan hiervoor ook gebruik maken van de pijltjes op je toetsenbord. Wie met een tablet de tour bekijkt, dient zijn duim en wijsvinger te gebruiken om in te zoomen of uit te zoomen in de zalen. En met je wijsvinger kan je links of rechts swipen om te navigeren ook. Zo, we gaan de tour starten. En dan moet je eerst je taalkeuze maken, want de tour is opgebouwd of gemaakt in 4 talen, Nederlands, Frans, Engels en Duits. We gaan de Engelse tour kiezen om te demonstreren. Als ik niks doe, begint de tour automatisch te lopen. De zaal begint automatisch rond zich te draaien of te navigeren. Ik kan ook met mijn linker muisknop door de zaal zelf navigeren. En ik heb ondertussen ook met het wieltje van mijn muis de zaal wat kleiner gezet, zodat ik een beter overzicht krijg van de zaal. Je ziet ook onmiddellijk dat je op de grond pijltjes krijgt. Die pijltjes dienen om te navigeren naar de volgende zaal. We gaan dat meteen even doen naar het tweede deel van deze groene zaal. Je ziet ook dat bij elk zaalonderdeel krijg je een introductietekst en krijg je de menu om te navigeren naar de volgende zalen. Die menu kan je handig kleiner zetten en je kan eigenlijk meteen ook beter de fullscreen ervaring benutten om een mooier zicht te krijgen op de kunstwerken in de galerijen. Eens je de zaaltekst gelezen hebt, kan je er ook door erop te klikken die gewoon laten verdwijnen. We gaan meteen even door naar de rode zaal. En ik ga na het lezen van de zaaltekst, die ik even wegklik, ik ga ook de navigatiebal kleiner maken, zodat ik een beter zicht krijg, ga ik inzoomen op dit werk. Je ziet dat je verschillende icoontjes onder het kunstwerk te zien krijgt. De informatiebutton geeft je een beschrijving van het kunstwerk, als ook de naam van de kunstenaar en de titel van het kunstwerk. Daarnaast krijg je per paneel in dit geval een icoontje met detailbeelden van het kunstwerk. Deze verschijnen in een automatische loop, maar je kan er ook zelf doorheen navigeren door links en rechts op de pijltjes te klikken of het vroegtijdig te beëindigen. En heel interessant is ook dat we ook de audioguides konden toevoegen aan deze presentatie. Dit is het derde symbool, is het audioguide. Ik ga die even opstarten, de audioguide, en tegelijk gaan we wat inzoomen op details van het kunstwerk. With these two linked panels, our gaze is inevitably drawn to the gruesome scene on the right. It depicts a naked man being flayed alive in public. The painter, Gerard David, is telling us a story, one that begins in the left-hand painting. We find ourselves in 15th century Bruges, but the story dates back to ancient times.
Scene 1 is being played out at the top left in the doorway, where a judge is secretly being handed a pouch of money. He is corrupt. This leads to scene 2 in the foreground, where the judge is being arrested. The man at whom the unhappy fellow is gazing is a king, as you can see from his splendid garments. The other characters are also wearing 15th century clothing. Scene 3 in the right-hand painting depicts the judge's horrific punishment, once again in the presence of the king. We see the final scene in the top right-hand corner of the right-hand painting. Here the judge's son sits on the seat of justice. He is the successor to his father. The chair is covered with his father's skin. The story that Hirat David painted was set in ancient Persia. It was known from Greek and Latin sources. The judge is called Sisamnes, the king is Cambyses, but the painter has located the scene in Bruges. We see the burgher's lodge to the left and the town hall to the right. In early paintings, we often see ancient tales depicted in a contemporary setting. But here, the location creates additional meaning, because this precious work once hung in the courtroom of Bruges Town Hall. The city commissioned the painting from Hirat David. Sisamne's horrible fate served as a permanent reminder to Bruges' gentlemen judges as to what was expected of them: incorruptibility. We kunnen dus door de zaal navigeren door zelf met je linkermuisknop te bewegen. We gaan dus door naar het volgende onderdeel van deze zaal. Je krijgt opnieuw zaaltekst als introductie op de kunstwerken. En opnieuw zie je de verschillende icoontjes onder elk kunstwerk. We gaan eens navigeren via de navigatiebalk. Dan kan ik opnieuw met de linker muisknop deze vasthouden en kan ik scrollen doorheen deze balk. We gaan eens naar de Appelbloot Zeegroene Zaal. En van hieruit kunnen we naar de laatste zalen die in de toer vervat zijn, de kabinetten, gaan kijken. Je kan ook navigeren via het grondplan van het museum. Bijvoorbeeld voor gidsen is dat interessant. Als je een gidsbeurt aan het voorbereiden bent en je wilt heel graag weten welke werken in welke zaal hangen, kan je via dit grondplan nog eens terugkijken. Bijvoorbeeld, je kunt heel makkelijk terug navigeren naar zaal 4b bijvoorbeeld via deze klik op het grondplan. Voilà, komen we terug in de rode zaal uit. Dan zijn we terug in de zaal rond 1600. Het is met bijzonder veel plezier dat ik u deze prestatie aanbeveel. Het leek ons bijzonder belangrijk om ook voor u een 360 graden tour van het museum te organiseren. Een tour die het toeristische overstijgt en die gewoon verdiepende inzichten biedt. We hebben dit opdracht toevertrouwd aan Dominic Provost, die al jaren in opdracht van Lucas Webb de collectie van het van Musea Brugge fotografiert en ervoor zorgt dat die in topkwaliteit beschikbaar zijn. En hij had gewoon binnen een hele namiddag gewoon in met inachtname van social distancing alle zalen van het Koningenmuseum fotografiert en dan in de nabewerking ervoor gezorgd dat niet alleen de
Fotos hat sein eigen Archiv gewonnen, da in hoher Qualität als Pop-ups erscheinen, man hat auch die Saaltexten, die Objekttexten und self Audioguide-Fragmenten zu beleuchten sein. Das hier muss gewonnen ein bisschen navigieren, dann habt ihr ein sehr, sehr neue, finde ich, und ehrlich gesagt doch auch tamlich unike Erfahrung. Das ist keine Erfahrung, die der Museumsbesuch hat verblasen. Es ist eher gedacht als ein Smartmarker, als ein bisschen ein Smartmarker für die Zeit, nachdem die Maßregeln aufgelopen sind und auch die Museen gewohnt tätig wieder eröffnen. Misschien noch het volgende. Niet alle zalen van het Groningen Museum zijn op dit moment te zien. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat twee zalen ingepand werden door de tentoonstelling Jan van Eck en Brühe. Die kan u ook voor een stuk online consulteren op de website van Musea Brugge. En anderzijds te maken hebben met het feit dat sommige van de werken via copyright nog beschermd zijn. Dat heeft een gevolg dat we dus hier de detailfoto's niet kunnen toevoegen. We kunnen de audioguides, en hebben dat gedaan, de audioguides toevoegen. We kunnen informatie geven, maar we mogen gewoon niet andere beelden delen. Dit omwille van de auteursrechtelijke bescherming die daar op die werken rusten. Ik hoop dat u daarvoor begrip hebt. Ik hoop dat u hebt kunnen genieten van de virtuele rondleiding door het Groningen Museum. Ik ben apetrots op de prestaties van zowel onze medewerkers als ook van Dominique Provoost en onze Digicel, die dat allemaal in elkaar gestoken hebben. En feitelijk, ik weet niet hoe dat bij jullie is, bij mij was de eerste reactie die, ik heb wel lust en zin op meer. En ik denk dat dat bij jullie misschien ook zo is. Dus wij gaan ook nu stelselmatig werk van maken dat we de andere locaties van Musea Brugge op een gelijkaardige en gelijkwaardige manier gewoon voor jullie op die manier ontsluiten. In de hoop dat we jullie allemaal binnenkort weer terug levende lijven en gezond in het Groningen Museum, in het Hospitaalmuseum, in het Kritische Paleis en elders op de locaties van Musea Brugge mogen welkom heten.